welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe collectie testen van Morphe. Ik heb hun nieuwe Gilded Desert collectie ontvangen in PR. Echt een prachtige bronzy goudbruine collectie. Het zag er echt prachtig uit. Het is wel basic qua kleuren. Het zijn hele neutrale kleuren. Maar ik dacht, ja, als jullie het gewoon willen zien, dan ga ik het gewoon filmen. Dus ik heb het gevraagd op mijn Instagram story van wie wil deze collectie zien. En de meerderheid zei ja. Dus ik dacht, nou, dan ga ik gewoon deze collectie filmen. Want er zijn gewoon nog steeds een heleboel mensen die gewoon houden van meer neutrale, draagbare collecties. We hebben een groot oogschaduwpaletje, we hebben een bronzer, highlighter en twee nieuwe kwasten. En ik ga ook alles testen, inclusief de kwasten. We gaan gewoon vandaag alles gebruiken en gewoon een hele mooie glam golden look maken. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik heb mijn gezichtsmake-up al gedaan, tenminste de basis, niet alles. Ik heb foundation op, concealer en poeder en that's it. Voor de rest nog niks, want we gaan dus bronzen en blushen en alles met deze collectie. Of ja, geen blush, highlighter is het. We gaan gewoon beginnen met het grote oogschaduwpaletje. Dit is het Morphe 35U Gilded Desert Artistry Palette. En dit is dan de inhoud. 35 prachtige, matte en glanzende kleuren. Ook een heleboel cool tone en neutrale kleuren. En het ziet er allemaal heel mooi sun-kissed bronzy eruit. Ik moet wel zeggen, toen ik dit paletje zag, dit is de verpakking, dit is het paletje. Ik zag heel veel goud. Ik zag echt vooral goud, bronzy goud. Dus ik verwachtte ook dat de inhoud wat meer goud ging zijn. Dus toen ik dit zag, dacht ik wel, dit is meer een cool tone neutraal paletje. Is ook helemaal prima, maar dan had ik gewild dat de verpakking daar meer op aansloot. Ik vind nou de verpakking heel warm, heel goud, bronzy. En de inhoud is echt zo cool tone, helemaal niet bronzy, helemaal niet goud. Ik zie hier wel een beetje goud, maar that's it. Ik zie helemaal niks warms of zo. Echt één kleurtje hier. Dus ja, ik vind de verpakking, ik vind de vibe van de collectie anders dan de kleur die je daadwerkelijk krijgt. Ik moet wel zeggen, aan de andere kant ben ik wel blij mee, want ik heb niet heel veel van dit soort cool tone paletjes. Dus dat is dan wel weer iets goeds. Kwaliteit van hun is altijd gewoon wel oké voor de prijs. Nooit heel goed, nooit heel slecht. Dus ik ga ervan uit dat dit ook gewoon precies zo gaat zijn. Oh, ik heb al de hele tijd iets in mijn oog. Wat is dit? Nou, het swatcht wel echt geweldig. Kijk hoeveel pigment. Ik ga het even op mijn hand doen. Swatches zijn best wel goed. Let niet op hoe scheef ik het heb gedaan. Ik ben niet echt de beste swatcher. Maar qua kwaliteit voelt het echt wel gewoon goed aan. Oké, nou dan gaan we gewoon een look maken met dit paletje. Ik heb verder geen nieuwe oogschaduwkwasten of zo. De twee kwasten die we hebben gehad zijn voor bronzer en highlighter. Dus ja, voor nu is het gewoon eventjes alleen dit paletje. Dus laten we inzoomen op mijn ogen. Oké, ik heb een bepaalde look in mijn hoofd. Die is een beetje apart, een beetje anders. Maar die wil ik gaan maken. Jullie gaan het zien. Ik hoop dat het gewoon gaat lukken met dit paletje. Maar daar ga ik gewoon wel echt van uit. Ik ga beginnen met deze matte bruine kleur hier. Die heet Feel the Heat. Er zijn echt een heleboel bruine kleuren in het paletje. Dit is echt een droompaletje voor iedereen die houdt van een neutrale cool tone look. En hiermee ga ik een soort van cut crease lijn maken. Ik heb allemaal oogschaduw op mijn gezicht. Dan pak ik deze meer oranje matte kleur. Die heet June Buggy. En daarmee ga ik deze lijn een beetje smoky maken. Ik breng het op de lijn aan, dus niet eronder. Dan pak ik deze lichte matte neutrale kleur. Die heet Beaming. Bij mij is het altijd zo hier, zo in de binnenste hoeken, een beetje donker. Dus ik pak altijd zo'n lichte vanillekleur. En die breng ik dan hier aan om het een beetje op te lichten. Dan pak ik nu deze zwarte matte kleur. Die heet Sahara Night. En die kleur ga ik gebruiken om hier de cut crease zo te maken. Maar ik ga alleen maar tot en met hier. En ik maak het hier af met bruin. Maar jullie gaan zien wat ik bedoel. De kwast die ik heel erg gebruik is Suweva 317. Echt de beste winged kwast ever. Winged liner kwast. Dan ga ik in met deze donkerbruine matte kleur, die heet Kalahari. En met deze bruine kleur ga ik dan de cut crease afmaken. En dan met die donkerbruine matte kleur, Kalahari, ga ik het ook zo hier zo inkleuren. Van ongeveer hier tot het midden. Dan pak ik deze glanzende kleur, die heet Full of Flash. En daarmee ga ik de rest van de cut crease inkleuren. Nu ga ik deze witte matte kleur gebruiken. Die heet On the Horizon. Mensen, ik gebruik echt super veel kleuren. En daarmee ga ik zeg maar deze tussenstuk wit maken. Dus ik pak gewoon een beetje zo wit. En ik ga er gewoon zo overheen. Oké, de cut creases zijn niet echt exact aan elkaar, maar ja, dat gebeurt echt nooit. Het is goed genoeg in ieder geval. Ik vind het echt heel leuk. Dan pak ik weer die zwarte matte kleur Sahara Night. En dan ga ik een wing maken. Gewoon een hele dunne wing. Niet te heftig. Dan pak ik een zwart oogpotloodje van Morphe 2. En deze gaat in mijn hele onderste waterlijn. Dan maak ik het helemaal zwart.
En dan pak ik weer die donkerbruine matte kleur Kalahari, die donkste bruine kleur. En daarmee ga ik het een beetje uitblenden op de onderste wimperrand. Nou, dit ging echt super, maar we zijn nog niet klaar, want ik ga ook nog in met steentjes. Deze wil ik zo aanbrengen hier zo op die opening lijn, zeg maar, die ik wit had gemaakt. En welke kleur zal ik gebruiken, jongens? Ik wil een kleur die matcht met de ooglook, maar ook nog wel ja, opvalt, zeg maar. Ik denk dat ik gewoon echt ga voor oranje. Ik denk dat de oranje wel leuk gaat staan. Daar ben ik weer. Ooglook is helemaal af. I love it. Ik heb ook nep wimpers opgedaan. Deze van de Primark. Ze zijn te koop bij de Primark in de stijl 773. Dit is de nieuwste lash line van Baby Doll Cosmetics. En I love it. Ze zijn extreem lang, maar niet te dik, te vol. Dat vind ik altijd lelijk. Dus naturel, maar wel heel erg lang. De look is echt heel erg mooi geworden. I love it. Ik wist niet echt waar ik aan begon, maar het is echt goed gegaan. De kwaliteit van dit paletje is echt heel goed. Zowel de matte als de glanzende kleuren. En ik heb echt veel kleuren gebruikt. I love it. Deze glanzende kleur is ook echt prachtig en echt geen fallout. I love it. Meestal als ik dit soort paletjes review, meer everyday neutrale glam paletjes, maak ik ook een meer draagbare look. Maar ik dacht, laat me een keer gewoon een heftige look maken met neutrale kleuren. Want dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Dus ja, ik vond het wel leuk om dit te doen. Of course kun je hiermee ook gewoon een meer neutrale, makkelijke glam look maken. Je kunt doen wat je wilt, want het zijn echt hele makkelijke bruine kleuren. Oké, we gaan verder met bronzer. Dit is het Morphe Bronze Show Velvet Matte Pressed Powder. En dit is dan de inhoud. Een grote ronde pen met de bronzen kleur. Ik heb hem in de kleur Bronze Vibes. Is een beetje licht. Ik weet niet waarom ze mij zo'n lichte kleur hebben gestuurd. Ik hou altijd van een hele mooie warme bronzer. Maar ja, we gaan het gewoon proberen. Er zijn in totaal 5 kleuren. En het is gewoon een matte bronzer. Er staat online dat er organische kokosnootolie in zit. Shea butter, etc. En dat het goed uitblendt. En dat het ook een beetje blurt. Dus je huid een beetje egaal maakt. Dit is hem dan. En dit is dan de inhoud. Dit lijkt voor mij echt meer op een contourkleur. Hij is een beetje grijzig of zo. Ja, dit is echt een contourkleur, jongens. Dit is geen bronzerkleur voor mij, denk ik. Nou, als ik zo de swatch zie, misschien wel. Ik ga het gewoon proberen. En ik heb een nieuwe kwast. Dit is de Morphe M611 Bronze Show Fluffy Bronzer Brush. En deze is dus speciaal gemaakt om te gebruiken met deze bronzer. Ik vind hem er heel mooi uitzien. I love it. Ik vind deze kleur heel mooi. Een beetje een kamelenbruinige kleur of zo. En dit is een synthetische kwast. Hij voelt wel echt heel zacht aan. Nou, ik ga gewoon de bronzer aanbrengen. De bronzer is echt amazing. Echt een goede formule. Hij heeft lekker goed veel pigment. Niet te veel, niet te weinig. Hij blendt ook heerlijk uit. Alleen nogmaals, de kleur is niet echt helemaal mijn ding. Ik vind het ook echt een beetje een contourkleur. Ik zou dit gebruiken als 2-in-1 product. Contour en bronzer. Maar ja, maar ik hou persoonlijk gewoon altijd van een hele warme bronzer. Maar ja, er zijn nog een heleboel andere kleuren. Ik denk dat ik gewoon voor een andere kleur zou zijn gegaan. Maar ik moet zeggen dat als ik gewoon een keer snel wil zijn met gewoon een meer everyday look. En gewoon contour en bronzer in één wil doen. Dan zou dit best wel een product zijn die ik zou gebruiken. Dus hij gaat ook gewoon hier in mijn la. Want ik vind hem wel heel fijn. Ik vind de kwast ook fijn. Ik ben nooit echt heel erg onder de indruk van kwasten. Want ik heb gewoon mijn vaste kwasten sets die ik gewoon allemaal gebruik. Maar deze is echt fijn. Hij is echt de perfecte grootte. Ik denk dat ik mijn andere bronzer kwast ermee ga vervangen. Deze is heel groot. Deze brengt af en toe te veel aan. Dus deze is denk ik daar beter voor. Dus deze gaat worden vervangen met deze. Hij stinkt wel een beetje. Ik zou hem eigenlijk moeten wassen. De next step is highlighter. Dus ik ga eerst even blushen aanbrengen. Ik ga in met deze matte blush van Makeup Studio. Mijn fave blush van hun in de kleur 54. Echt een hele mooie oranjeachtige peachy kleur. Blush zit erop. Tijd voor een highlighter. Van Morphe heb ik de Glow Show Radiant Pressed Highlighter. En ik heb hem in de roze kleur Rose Glimmer. Super, super mooie verpakking weer. Maar die kleur, jongens, Rose Glimmer. Roze is niet mijn kleur. Ik heb geen roze ondertoon. Alles aan mijn huiskleur is goud, bruin, beige, geel. Dat soort dingen. Dus ja, dat vind ik wel jammer. Dit is de verpakking. En dit is dan de kleur die ze mij hebben gestuurd. Er zijn in totaal 5 prachtige kleuren. Waarvan letterlijk 3 andere kleuren zouden hebben gematcht met mijn huiskleur. En ook hierin zit apricot seed, oil, vitamine E, hyaluron, etc. Ik ga hem even swatchen. Ja, dit is gewoon echt roze, jongens. Roze is echt niet mijn kleur. Maar ik ga het gewoon proberen wel. En ik heb ook een highlighting kwast. Dit is de Morphe M610 Glow Show Highlighter Fan Brush.
Hier ben ik heel benieuwd naar, want deze is echt een beetje apart. Die ik normaal gebruik is ook van hun. Deze, de R36. Super, super fijne highlight en contrast. Maar ja, dit is wel echt een heel groot verschil. Dit is echt iets heel anders. Op hun Instagram had ik een videootje gezien waarin ze gewoon dus de highlight gewoon zo aanbrachten. En het werd helemaal zo prachtig goud. Dus ik ben benieuwd. Ik ga het ook gewoon zo aanbrengen als in die video. Nou, ik zie echt bijna geen glow. Er gebeurt gewoon echt helemaal niks. Ik zie wel een hele lichte glow, maar het is echt heel minimaal. Ik ga het proberen met mijn normale kwast. Ja, deze geeft wel wat meer effect. Deze pakt wat meer op of zo. Ja, nou zie ik wel echt wat meer glow. Oké, nou, deze kwast is voor mij echt een no-no. Nou zie ik echt een beetje de glow wel. Maar ja, die kleur nogmaals is niet mijn kleur. Maar ik zie nou wel echt een glow. Zien we dit? Je ziet echt gelijk verschil. Kwasten kunnen zo'n groot verschil maken, dat is niet normaal. Heel mooi. Ondanks de roze kleur is het toch nog wel gewoon oké. Dus qua formule raad ik hem wel gewoon aan. Ik vind hem fijn. Oké, jongens, ik dacht ik ga even voor de grap dan ook dit proberen. Want misschien pakt deze kwast ook helemaal niet goed op, maar had ik het niet door. En het klopt. Oh, mijn alarm gaat af. Jongens, deze bronzer is beter met mijn normale kwast. Die kwasten zijn niet zo goed. Kijk, nou komt er veel meer af. Oké, nee, ik ben dus geen fan van de kwasten. De bronzer kwast was wel iets beter dan deze highlighting kwast. Maar allebei ja, niet echt je van het. Ik vind ze toch fijner met gewoon mijn normale kwasten. Ook de bronzer. Dat was eigenlijk dan gewoon de hele collectie. Ik ga even mijn lippen doen. Wat gaan we doen met de lippen? Ik denk gewoon echt heel neutraal houden, of course. Ik denk dat we ook gewoon iets gaan pakken van Morphe. Ik denk weer deze geweldige set van hun die ik echt super vaak gebruik. Van de samenwerking met Ashley. Deze lipset. Dit is een set met een gloss en een lippotloodje in de kleur Gilded Spirit. Zo, deze lip combo past echt perfect bij de look. Oké, dan nog een beetje setting spray. Ik pak ook die van Morphe en dan zijn we klaar. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de nieuwste collectie van Morphe. Wat vonden we ervan? Wat vonden we van de collectie? Wat vinden we van deze beetje Arabische, Egyptische make-up look? Echt, I love it. Ik vind het echt een goede collectie. Ik vind het paletje goed. En ik vind ook de highlighter en de bronzer allebei goed. Let wel op, de highlighter is wel een beetje subtiel. Het is niet heel heftig. Dus als je houdt van echt een heftige glow, haal dan vooral niet. Maar als je gewoon houdt van een everyday meer subtiele glow en hij is opbouwbaar, dan gaat het echt geweldig zijn voor jou. Dus deze collectie is zeker goedgekeurd. Alleen de twee kwasten vind ik allebei niks. Ik ga gewoon mijn eigen kwasten gebruiken. Ondanks het feit dat ik vaak hun kwasten wel echt gewoon goed vind. En ook al een heleboel kwasten van hen gebruik. Waren deze twee toch een beetje, ja, een beetje een mooi. Let me know wat jij vond van de collectie en van deze make-up look beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!